Goedenavond, welkom bij Studio Sport. Het was vandaag een beetje de dag van de echte voetbalfinale. Als u vanmiddag de rechtstreekse uitzending heeft gezien van de Engelse Cup Final, dan weet u inmiddels weer hoe een voetbalfinale eigenlijk gespeeld moet worden. Heeft u om wat voor reden dan ook die uitzending moeten missen, dan hebben wij als pleistertje op de wonden de hoogtepunten van die wedstrijd heel kort samengevat in deze uitzending opgenomen. Een uitzending over van Studio Sport die drie grotere onderwerpen in zich herbergt, in volgorde van achteren naar voren. We zijn vandaag bezig kijken op het circuit van Francorchamps, waar morgen de Formule 1 coureurs aan hun derde Grand Prix van dit seizoen gaan beginnen. We beschouwen het seizoen eigenlijk een beetje voor vanavond. Dan natuurlijk ook voetbal. We zijn geweest in Heerenveen bij de Friese ontmoeting tussen Heerenveen en de sportclub Cambuur in de eerste divisie van het betaalde voetbal. En natuurlijk zijn we gaan kijken bij de lijstaanvoerder in de eredivisie. En dat is nog altijd, zoals u weet, PSV. PSV speelde vanavond thuis en het ontving Roda. Roda is natuurlijk een tegenstander van formaat, want het is nog volop in de strijd om de derde plaats, een belangrijke derde plaats in de eredivisie, en telt ook volop mee in de strijd om de vierde periodetitel in de eredivisie. En PSV, ach, het verhaal is bekend, het lijkt op weg naar het nationaal kampioenschap. Eén mededeling vooraf, bij PSV zat René van der Gijp bij het begin van de wedstrijd op de bank. Hij keek voorlopig toe.